Waarnemend korpsbeheerder Ivo Opstelten is boos op het ministerie van Binnenlandse Zaken over de financiële ondertoezichtstelling van het politiekorps Midden- en West-Brabant. Opstelten stuurt hierover deze week nog een brief naar demissionair minister Ernst Heers-Balin van Binnenlandse Zaken. Heers-Balin stelde halverwege maart 13 van de in totaal 25 politiekorpsen onder versterkt financieel toezicht. Reden, ze kregen hun begroting voor 2010-2013 niet sluitend en beschikten over onvoldoende reserves. Door het toezicht moet de politie eerst toestemming vragen als ze extra personeel wil aannemen of extra investeringen wil doen. In eerste instantie hadden het korps en het ministerie van Binnenlandse Zaken afspraken over een sluitende begroting tot 2016. Het ministerie kwam vervolgens op deze afspraak terug en verplichtte het politiekorps de begroting 2 jaar eerder, dus voor 2014 sluitend te hebben. Hierdoor was het korps genoodzaakt extra bezuinigingsmaatregelen te nemen, zodat sommige plannen niet langer uitgevoerd kunnen worden. Voor de politie reden om tegen het besluit in beroep te gaan.